Frits Grotebrecht, je bent de matchwinner tegen Ajax. Wat maak je allemaal mee vanavond? Ja, het is bizar. Dat had ik vanmorgen niet gedacht toen ik opstond en mijn busje instapte om naar het werk te gaan. Dus dit is een fantastisch einde zo. Waar heb je gewerkt vandaag en wat ga je morgen doen? Ik heb vandaag gewerkt in de omgeving loop ik. Ik heb 18 adresjes gehad om onderhoud te plegen aan mechanische ventilatie. Dus, heel wat anders dan profvoetballen bij Ajax, hè? Ja, nou ja. Dit is zo top. Laat even zien aan de camera, wat krijg je hier? Ben je man van de wedstrijd ook met dit doelpunt? Of is dat toch Tim? Ja, dat lijkt mij Tim Pieters, want die is allemaal gestart. En uiteindelijk geef het zelf een beetje weg. Maar ja, op zich is het ook niet heel gek tegen zo'n Ajax. Kijk, ik kwam erin met de 2-1. Dat is niet echt een ideaal moment om erin te komen. Want Ajax heeft hernieuwde energie, die klappen erop. En ja, dan komt die 2-2 om je oren. En dan denk je wel even, klote zooi. Dan moet het eerst volhouden tot de verlenging. En dan moet je nog een half uur. Ja, ik dacht, dit wordt lastig. Ja, even kijken, want jij kwam er in de 85e minuut in. Stond er toen 2-1? Ja, 2-1. Precies na de 2-1. Jij kwam erin om een doelpunt tegen te houden, eigenlijk, zei je coach. Maar jij maakte winnend doelpunt aan de andere kant. Ja, het is bizar, hè. Het is zo kan het lopen, hè. De bal is rond. Alles kan gebeuren, maar je hebt wel eens eerder van Ajax gewonnen, las ik, in de jeugd van Vitesse. Ja, ik heb in de jeugd van Vitesse gespeeld wij hadden een aardige reeks tegen de junioren van Ajax, dus ik ben het eigenlijk wel gewend. Ja, het is gewoon normaal voor jou, een ander day in the office. Ja, precies, ik ga zo lekker naar huis, ik ga lekker naar bed, morgen word ik wakker en dan ga ik weer aan het werk. Ja, dat is normaal. Nee, heel gek. Nee, dit is fantastisch, dit maak je nooit meer mee, denk ik. Ik vroeg net ook al aan een andere journalist, van, heeft Ajax überhaupt ooit een keer verloren van de amateurclub in de KNVB-beker? Ik kan het me niet voorstellen, maar vanavond in ieder geval wel, ja. Even kijken, wat wou ik nog zeggen? Ja, je hebt wat tattoos, zag ik. Komt er nu een tattoo van minuut 90 plus 3? Nee, ja, ik ben zo gek om het te doen, dus het is wel een goeie. Ik ga erover nadenken. Op de uitslag of de datum, er moet iets komen, vind ik eigenlijk. Ja, er moet iets komen om blijvend te herinneren, maar ik denk wel dat dit bij veel mensen in het geheugengift staat. Dan gaan we met je mee. Als jij die tattoo laat zetten, dan gaan wij dat mooi filmen. Ik ga erover nadenken en laat ik het jullie even weten. Ja, oké, okay, super. Hey, gefeliciteerd, geniet van je avond. Dankjewel, vriend. Dankjewel.